Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. We gaan vandaag wat bijzonders doen, of tenminste wat nieuws voor mij en misschien ook wat unieks voor jullie als kijker. Ik heb ooit in het verleden wel eens verzoek gehad van je moet eens een keer in dienst rijden op een onvallende motor. Dat hebben we nu kunnen regelen. We zijn samen met de collega's van Team Verkeer en we gaan een dienst rijden met z'n tweeën op onvallende motoren. Dat gaan we jullie meenemen eigenlijk tijdens onze dienst. Het zal voor mij wel eventjes wennen worden om op die manier te werken. Ik heb het nooit echt eerder gedaan. Dus ik moest ook even wat kleding bij elkaar zoeken en even kijken hoe ik dingen goed kan verstoppen. Dat is nog niet helemaal goed gelukt. Dus straks even kijken of we dat kunnen doen. En uiteraard zal de video vooral gericht zijn op verkeershandhaving. Daar worden de motoren in dit geval ook voor ingezet. Over het algemeen. Dus ze zullen veel verkeerssituaties meekrijgen. Mijn maatje komt zo aan en dan gaan we op pad. Dan nemen we jullie mee in het werk van Team Motorsurveillance. Onvallend, zoiets, geloof ik. Ik sta nu bij die kerk, op de kerkzaal. Hebben jullie bij niet zo'n ID-kaart bij? We nu een rijbewijs mee. Ja, ik ben rijbewijs mee. Eer, wel even het zakelijk gedeeld. Je krijgt ook wel een bekeuring voor het niet dragen van de helm. Je weet dat het niet mag. Geen probleem. Dat is niet altijd verplicht. Wilt u iets verklaren waarom ik geen helm draag? Crisis, meneer. Crisis? Crisis. Hebben we nog vragen? Nee hoor. Nee? Oké, okay. Dus ondanks wel fijne avond jongens. Succes hiervoor. Goeiedag, Jeroen Team Verkeer. Er brandde een matrix op 90 en dan besluit u er met 140 ruim onderdoor te rijden. Zo hard? Zo hard. Dat is wel een beetje te gek. Dat is een beetje te gek, daarom staan we hier ook. Daar krijgt u ook een bekeuring voor. Heeft u het rijbewijs bij u? 140 op mijn teller is 134 geëikte kilometers. Daar gaan er nog 5 vanaf, dat is wettelijke correctie. Dus we blijven 29 overschrijden en blijven staan. Dus daar komt u goed weg. Dus hou er rekening mee, als dingen branden, het is een maximumsnelheid en geen adviessnelheid, wat een hoop mensen wel denken. Wat betreft de overtreding mag u een verklaring afleggen, doet u uiteraard niet. En voordat iets verklaart mag u een advocaat raadplegen op eigen kosten. Nou ja, hier keren en dan kunt u weg vervolgen. Politie. Heeft u een ID-kaart bij u, meneer? Nee. Oh, hoe oud bent u? 15. 15. Waarom heeft u niks bij u? Ik kan laten zien zeggen waar ik woon in. Nee, dat geloof ik wel. Alleen de wet schrijft voor dat u het kunt tonen. Dat kunt u nu niet. Ja. Hey, en daarbij fietsen daar het rood. U fietsen over de stoep. Maar dat is toch na 6 uur mag je rijden. Over de busbaan? Huh? Over de busbaan? Nee, daar moet ik mijn vriend rijden. Ja, dat zag ik, ja. Het mag niet natuurlijk, hè? En de fietser terug in door het rood? Weet je dat niet? Ik weet het niet. Ja, het is toch wel handig als je de weg op gaat dat je een beetje de verkeersregels weet? Nog ga ik niet doen. Wat zei u? Ik ga niet meer doen. Oké, meneer. Ik ga het volgende met u doen. Ik krijg geen bekeuring nu. Ik schrijf wel even op wat ik allemaal heb waargenomen. Ja. Dus ik hoop dat je ervan leert. Maar ik ga dat wel hier opschrijven. Ja. Dus als je de volgende keer iets in het verkeer doet, kunnen ze natuurlijk kijken. En dan kan het zijn dat je een bekeuring voor krijgt. Wat is degene?
Heb jij een ID-kaart bij je? Ja, natuurlijk. Het volgende, je valt ons op dat jij niet aan het trappen bent. Maar je hebt een gashendel. En dat mag niet. En het volgende valt op dat je te hard rijdt. Niemand vertelt dat. Wat zeg je? Niemand zegt van mij. Ja, dat kan. Want er is de kerk. Hoe hard mag zo'n ding? Hoe hard mag die? Hey, wij hebben... Er is de kerk bij de politie zeggen mij stoppen. Waarom ik kijk naar jullie? Jij zegt mij met de lamp, ik zeg waarom die waren stoppen. Ja. Maar in de stad, wij gaan alleen 25. Nou, je reed net 40. Ja, met hier, maar ja. Niet in de stad. Met, als je, maar hier, Je gaat een bekeuring krijgen omdat hij niet aan de eisen voldoet. Hij rijdt te hard. Maar er is de keer, als je weet het... Ja, de tweede keer ben je hem kwijt. Daar had hij in beslag genomen. Zet hem op 25 en haal die gashendel eraf. Want die gashendel mag er één op zitten. Okay. Als je niet harder... Ja. Dan mag hij niet harder dan 6 km per uur rijden. Ja. Met de gashendel. Je voor het rode licht krijgt wel op 6 formaal. Dan heb ik het nog niet eens over dat je daar niet mag rijden met je gele brommer. Gewoon een afgesloten weg. Mag je niet door de X-heen? Er staat daar een inrijverbod. Je bent in ieder geval niet ambtsverplicht, mag even een advocaat raadplegen. Maar wilt u iets verklaren waarom u het Geloof het wel. Geloof het wel. Vinden we ervaren? Nee hoor. Oké. Nee, dat is nog wel fijn af, man. Ik denk dat ik ben niet de antwoorden verplicht, maar wat u doet, ik kan niet, hè? Maar je gaat zelfs staan, dus ik zie je niet trappen. Dus je hebt of een gashendel of iets waardoor je... het volgende, voor de gashendel krijgt er wel een proces verbaal. De volgende keer wordt de fatbike in beslag genomen. En dan ben je hem, dat weet je? Ik heb de video's ook gezien, dus ja, ik weet hoe het gaat. Ja, ik ben dat je de fout stond, gek. Ja, hij zijn het ook. Jan Willem, lief schat. Hallo meneer. Oh ja, willen jullie schrikken? Dat is een goede vriend van me, hoor. Ja, hoeft hij niet te schrikken, hè? Een klein stukje wel, ja. Wat zegt u? Kom niet op YouTube. Als jij dat graag wil, maar jullie komen aanfietsen, dat moet ik zeggen dan. Er komen twee jongens aan fietsen. Beste vrienden, ik kom pols over te nemen. Oh, in de rij, joh. We zijn inmiddels een beetje aan het einde gekomen van deze dienst. Ik moet zeggen, ik was enigszins een beetje verbaasd ook eigenlijk. Ik dacht, nou, nu we onopvallend rijden zien we extreem veel overtredingen. En kan deze video misschien wel een half uur worden bij wijze van spreken. Ja, het was gewoon heel rustig. Ik heb zelfs niet eens mensen met een telefoon vast zien rijden achter het stuur, zeg maar. Of tenminste vasthouden tijdens het rijden. Dus dat verbaasde me enigszins. Het was gewoon een hele rustige dienst. Mijn ervaring daarin was wel, ik moest heel erg wennen aan de motor ook een beetje. En ik merkte ook een paar keer als je dan... ben gewend stopteken te geven in de malen van een opvallende motor. Onopvallende motor is dat ze dat later reageren en dat je zelf natuurlijk wat minder zichtbaar bent. Logisch uiteraard. Waardoor het af en toe een beetje gewenning was om een goed een stopteken te geven. Maar ik denk naarmate de dienst ging dat steeds makkelijker. Het was een leuke ervaring. Aangezien het ook wat rustiger was, heb ik met de collega's van Team Verkeer afgesproken dat we nog een tweede dienst gaan plannen om de herkansing en weer wat nieuwe beelden te maken. Maar ondertussen heb ik nog wel wat beelden van de collega's die zij eerder tijdens een reguliere dienst ook gemaakt hebben. Dus die plakken we hier even achteraan. Kunnen jullie daar nog even naar kijken. En dan voor nu bedankt voor het kijken naar deze video alvast. Abonneer als je het niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie vast weer bij de volgende video. En geniet nog even van het laatste beeld.
We zijn inmiddels bijna aan het einde gekomen van deze video. Aan het eind hebben we nog wat beelden vanuit de videoauto. Collega's kwamen net hier de hoek om. En zoals je de beelden kunt zien, zie je deze fietser die de binnenbocht neemt. Dus de collega's dachten, nou, we spreken die meneer even aan op zijn rijgedrag en uiteraard ook de plaats op de weg. Nou, inmiddels hebben ze de fietser en de meneer kunnen inhalen en dacht de collega, nou, dan geef ik stap ik uit, geef ik een stopteken. En tot onze verbazing, of tenminste die van de collega, dacht meneer, doei, daar heb ik geen zin in. En die ging er vandoor. Alleen wat hij niet door had, dat er een tweede videoauto naast reed. En heeft meneer staande kunnen houden en heeft een aantal bekeuringen hiervoor gehad. Zijn we inmiddels nu echt aan het einde gekomen van deze video's. Nogmaals bedankt voor het kijken. Laat een duimpje achter, abonneer en tot de volgende keer.